het daar met de nummer 3 onder de zee. Dat is Marietje de Klein volgens mij van de eerste. Heeft zij inderdaad die derde plaatsje dan? Ja, dat klopt inderdaad. Dan is het de 376 op plaats nummer 4. Dat is Mariska Boschert van Vergemert BMX Racing. En dat betekent dat we waarschijnlijk afscheid krijgen van de Greenhopper Carlijn Gozens. Want dan moet er nu nog iets gaan gebeuren. En dat gebeurt wel, maar is het te laat. Brink van de Dikke Berg, Lemmens, dat zijn de eerste drie in deze kwartfinale bij de Elite Man 2 in de race nummertje 13. We gaan er vier kunnen meegaan. Dat betekent dat er nog eentje te verdedigen is die hier voorbij gaat komen. Daar gaat nog mee Quinn Jansen. Quinn Jansen op de 4. Of kan Lars Jansen nog meekomen? Kan Lars Jansen nog een aanval ingezet op het laatste stuk? Of komt er ook nog die Dengel Halma eraan? Vooraan die eerste vier had ik al genoemd. En zo zijn het allemaal zeker. Het is Brink, Saf en Dikke Berg. En dan ook nog Lemmens en die laatste. Tweede shake-out, hoor, dan gaat het aan mis aan met Nout Verstegen volgens mij. De tweede shake-out in de categorie Elite Man. Ja, Nout Verstegen inderdaad uit de kliks van, maar een beetje ongelukkig neer. De leiding is wel met een handen van Geert van der Velden van Unitas Assen. Hij gaat als een raket, hoor. Hij gaat er heel snel vandoor. Gevolgd door Jesper de Groot van de Wieris en Paren. Ook hij zit er dus goed bij. Maar Nout Verstegen, ja, die zal nog eventjes een inhaalrace moeten gaan beginnen. En de vraag is dat haalbaar? Is dat mogelijk? Corné Vollenberg volgt op plaats nummer 3. Hij is er ook goed bij. En dan de 119. Met de Twentse Ross is dat. De 119 zeg ik net goed. Het is de 119 Matthijs de Ruiter inderdaad van de Twentse. Was op die vierde plaats. Gaat hier nog iets in veranderen? Dan moet het komen van de man met nummer 26. En dan is het een rode plaats, maar dat komt te laat. Hij zit er goed bij.